Welkom allemaal bij dit kennisvuur, georganiseerd door Boeren Natuur. Uh, vandaag is onze gast uh, Michel De Haan, uh, werkzaam bij de WUR, bij Wageningen Livestock Research. En hij gaat ons uh, vertellen over de kringloopwijzer. Dus de floor is yours. Dankjewel uh, Mathilde, dank voor de introductie. Uh, klopt, ik ben dus Michel De Haan, ik werk bij Wageningen Livestock Research. Ik doe vooral projecten voor de melkveehouderij. En ik ben uh, projectleider van de ontwikkeling van de kringloopwijzer. En daar ga ik jullie wat in meenemen. Um, overigens, als er dringende vragen zijn, um, stel ze in de chat. Uh, Mathilde die zal ze doorverwijzen naar mij. Uh, als ze kun, niet kunnen wachten, dan, dan mag ze ook wel gewoon inbreken. Um, ja, waar wil ik het over hebben? Uh, allereerst, wat is dan de kringloopwijze? Wat kan de melkveehouder met de kringloopwijze? Ja, het is een instrument voor de melkveelerij. Uh, wat zijn belangrijke indicatoren? Het zogenaamde dashboard. En dan, hoe werkt de kringloopwijze, maar dat op hoofdlijnen. Uh, anders dan, uh, gaan we te diep en, en hebben we te veel tijd. Voordat ik ga vertellen wat dan, uh, de kringloopwijs doet, een uh, klein beetje achtergrond van waarom zijn we überhaupt aan de kringloopwijs begonnen. Uh, dat heeft te maken met uh, toch wel de unieke situatie in Nederland. Uh, Nederland is eigenlijk wel melkveeland bij uitstek. Uh, we produceren heel veel melk in Nederland. Uh, pak een beetje de twaalfde, vijftiende. ...plek In de wereld wat betreft melkproductie. En daar is uh, heel veel. Wat betreft melkproductie tellen we echt mee. Wat betreft oppervlakte vallen we in het niet. Um, en hoe komt dat dan? Ja, we hebben eigenlijk een heel goed klimaat: genoeg water, uh, goede bodem, goede coöperaties, goede infrastructuur, uh, goed vakmanschap bij de melkveehouders en ook gedreven ondernemers. En dat zorgt ervoor ja, dat we veel melk produceren en uiteindelijk dat we best wel veel dieren hebben. In een vrij klein land. Dus uh, veel mest met risico op impact op waterkwaliteit, ammoniak, broeikasgassen. Ja, en dat, dat uh, zorgt altijd wel voor milieudruk voor uh, Nederland en heel veel vragen en, en acties om uh, de milieuprestaties uh, goed te krijgen en te verbeteren. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond tot de ontwikkeling van de kringloopwijze. Nou, wat doet dan de kringloopwijze? Um, nou, hier heb ik een, een kringloop eigenlijk uitgebeeld. Uh, dat gaat, laten we bovenaan beginnen, bij, uh, zeg maar bij de veestapel. In de veestapel gaat voer, uh, krachtvoer, ruwvoer. En uh, nou, uit die koeien daar komt uh, melk en vee. Uh, dat wil je ook, want dat wil je verkopen. Maar ze produceren ook mest. En een deel van die mest wordt vaak afgevoerd. En een ander deel van die mest, dat gaat naar beneden in de kringloop. Uh, dat wordt toegediend op het land, op de bodem. En, en met die mest kun je weer andere gewassen produceren, en dat is weer het uh, deel van de kringloop wat omhoog gaat. Er Wordt gewas geproduceerd en dat is dan weer ruwvoer als uh, voeding voor de veestapel. Daar wordt ook wel, uh, nou, met de blauwe pijlen, wordt er wat aan toegevoegd. Uh, krachtvoer wordt wel aangekocht, soms wordt ruwvoer aangekocht en soms ook kunstmest. En er komt klaverdepositie. En dat is dan de kringloop die op elk melkveebedrijf eigenlijk wel speelt. Nou, daar hebben we ook wel wat verliezen. Stikstof, fosfaat, ook wat koolstof. En die probeer je eigenlijk zoveel mogelijk te beperken. Dat is het management van de VR. dan. Maar het spel van dit in beeld brengen: hoe stromen de mineralen dan? Dus mineralenstroom van het complete bedrijf in beeld brengen, dat is wat de kringloopwijze doet. Dan uh, iets specifieker, waar hebben we het dan over? Wat doet dan de kringloopwijze? Die brengt, brengt de mineralenstroom van het bedrijf in beeld. En dan hebben we het over de elementen stikstof, fosfaat en koolstof. Dat wil zeggen de excretie van stikstof en fosfor in de mest. Dus hoeveel stikstof en fosfor komt er in de mest terecht. De ammoniakemissie, het stikstofbodemoverschot. Ja, hoeveel blijft er achter in de bodem nadat de gewassen geoogst zijn. De broeikasgasemissies daar hebben we tegenwoordig ook van gehoord. Daar hebben we het vaak over kooldioxide, Maar voor de melkveehouderij moeten we methaan, dat is CH4, en lachgas, dat is N2O, moeten we zeker niet vergeten. En dan hebben we het ook nog over bodemkoolstof. Uh, je wilt koolstof in de bodem opslaan. En uh, zoveel mogelijk, uh, want dan gaat er minder lucht in. Maar uh, dat lukt niet altijd. Uh, soms ontsnapt er ook koolstof uit de bodem. Dat brengen we ook in beeld. Dus dat is uh, wat de kringloopwijzer is. Uh, het volgende stukje. Ja, wat kan ik dan als melkveehouder met de kringloopwijzer? En, en nou, een, een onderdeel van welke elementen, welke indicatoren hebben we het over? Um, wat heb ik aan de kringelwijze? Nou, dan is het goed om te weten dat er um, 1 juli 2013 is er een overeenkomst gesloten tussen vier partijen, die staan hier opgezomd. en die hebben eigenlijk gezegd van: wij willen de uh, minerale efficiëntie in de melkveehouderij verbeteren via de kringelwijze. En dat zijn de partijen NZO. Daar zijn de melkverwerkers in georganiseerd. LTO Nederland, eh, belangenbehartiging van melkveehouders. Eh, Nevedi, eh, dat zijn de brancheorganisaties van de voerleveranciers. En de VLB, de eh, brancheorganisaties van de accountsorganisaties. En die hebben eigenlijk gezegd, vanaf eh, 2016 is het verplicht voor alle melkveehouders om de kringloopwijze in te vullen. En verplicht voelt nooit zo heel lekker. Eh, maar het schept wel heel veel mogelijkheden. En, en nou, daar kom ik bij: van ja, wat heb ik er dan aan? En de verplichting moet ik even goed toelichten. Dit is geen overheidsverplichting, maar het is een verplichting voor melkveehouders die melk leveren aan een zuivelaar die lid is van NZO. En dat zijn bijna alle melkveehouders, uh, pak een beetje 98% van de melkveehouders. Um, wat betekent dit dan? Wat heb ik er aan als, als melkveehouder? Uh, uiteindelijk. Um, als je mineralen verliest, stikstof, fosfaat, ammoniak, koolstof. Ja, uh, dat is, uh, dat is uh, uh, niet efficiënt. En mineralen verliezen ja, betekent eigenlijk ook dat je weer wat wilt aankopen. En om die aankoop dan te beperken, zeg je eigenlijk van ik wil minder mineralen verliezen. Dus dat is goed management voor lagere kosten. Um, ja, dus als je je mineralen verliezen beperkt, nou, dan heb je uiteindelijk ook lagere kosten, waarschijnlijk voor Krachtvoer, kunstmes, voor dat soort aspecten. Dus dat zou een financieel voordeel in je management kunnen betekenen. als je de kringloopwijze gebruikt um, ja, ja, en daar wat doet met de, de resultaten. Maar goed, dat is puur management. En heel veel melkveehouders weten, zeggen, geven aan van ja. Ik heb mijn management goed op orde. Dus wat heb ik er dan aan? Dan kijk je naar de achterkant van de kringloopwijze. Uh, dan zou je kunnen zeggen van ja. Um, ik heb uh, een bepaalde goede prestatie met de kringelwijze en dat kan beloond worden. En bijvoorbeeld in duurzaamheidsprogramma's, dus goede prestatie met KPIs in duurzaamheidsprogramma's. KPIs zijn uh, uh, Key Performance Indicators, Engels woord, uh, indicatoren uh, in duurzaamheidsprogramma's. Bijvoorbeeld van Friesland Campina, van Zuivelaars. Als je een bepaalde goede score haalt, uh, dan kun je een, een bonus krijgen. De zuivelaars, banken, die kunnen een korting op rente geven. Um, maar ook in uh, lokale biodiversiteitsprojecten, uh, als je een goede score hebt op een aantal indicatoren, zou je um, daarvoor beloond kunnen worden. Uh, Friesland Campina, RFC, dat is de afkorting van Friesland Campina, uh, die geeft eigenlijk aan van als je uh, minder dan 775 uh, gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk hebt, uh, dan kun je anderhalve euro per 100 kilo melk extra krijgen. En dat is best geld. Dat is best veel geld. Dus uh, ja, dat, dat kan uh, wel naar een financieel voordeel uh, leiden... voor VO's die aan meedoen. Een uh, andere, uh, dat kennen jullie vast... het uh, Planet Proof keurmerk staat ook in het plaatje hieronder. Ik wijs mee even aan, dit keurmerk. Uh, dan uh, op elk uh, pak melk wat in de winkel gekocht wordt... Uh, staat dat uh, keurmerk wel. En als je... Uh, Veehouders meedoen met dat uh, keurmerk, moeten ze aan heel veel eisen voldoen, onder andere een aantal indicatoren van de kringloopwijze. dan moet je goed scoren en als je uiteindelijk uh, aan die eisen voldoet allemaal, dan kun je uh, meer of kun je 5 euro per uh, 100 kg melk extra krijgen. En dat is best veel geld. Dus uh, ja, er zijn best wel financiële voordelen aan te hangen. Uh, dit zijn een aantal voorbeelden. Er zijn ook, uh, elke zuivelaar heeft wel een duurzaamheidsprogramma. En uh, dan zijn er wat kleinere bonussen te krijgen als je daar uh, goed in scoort. En ik kom er zo op terug, wat is dan een goed score? Welke uh, uh, indicatoren, welke kenmerken hebben we het dan over? Uiteindelijk is het uh, de ambitie nou, van ons project, uh, maar ook van de... Boeren, van de mensen die meedoen met het project, kringelwijzen uh, dat de overheid ook wat met doelsturing uh, gaat doen en dat dan uh, kringelwijzen onderdelen daarvan ook gebruikt worden en dat veehouders daarop beloond kunnen krijgen. Welke uh, indicatoren hebben we het dan over? Nou, dit is een, een dashboard wat de melkveehouder uh, krijgt te zien um, als die het, het kringloopwijze resultaat inlevert eh, bij zuivernel, dus via de webinterface, webapplicatie indient. Nou, dit zijn uh, metertjes uh, met van een aantal indicatoren. En er zijn eigenlijk vijf uh, um, nou ja, indicatoren die een rol spelen. Hier staan de zes op. Uh, maar het gaat om broeikasgasemissies, linksboven broeikasgasuitstoot, stikstofbodemoverschot, uh, de ammoniakemissie. Ammoniakemissie per hectare wordt het meest gebruikt. Links onderin staat ook ammoniakemissie per GVE, grootveeeenheid. Uh, die wordt wat minder gebruikt. Uh, eiwit van eigen land, dus een, dus een um, indicator voor grondgebondenheid. Hoeveel eigen eiwit heb ik eigenlijk in mijn rantsoen? En rechtsonder een indicator uh, blijvend grasland. Hoeveel blijvend grasland uh, heb ik op mijn bedrijf? En dit zijn ook uh, allemaal indicatoren die onderdeel zijn van de Biodiversiteitsmonitor. Dus uh, vijf indicatoren van de biodiversiteitsmonitor... en nou, de twee de groene indicatoren die, uh, die kan de kringloopwijze niet laten zien. <tacht> um, ietsje dieper, ik heb ze hier nog weergegeven. Ook in het uh, pagina 4 van het rapport over de kringloopwijze staan deze vijf indicatoren dan bodemoverschot, ammoniakemissie, um, eiwit van eigen land, aandeel blijvend grasland en de broeikasgasemissies. Um, nou, die staan daar weergegeven staat bijvoorbeeld zo'n overzicht, dan heb je weer een rits aan getallen, dan wordt het lastig om te interpreteren. Ik, ik doe er even een uh, rood kringeltje omheen, om welke getallen het dan bijvoorbeeld gaat, bovenin stikselbodem overschort. Hier staat een getal van 103, nou, de ammoniakemissie van graasdieren staat vervolgens omcirkeld, uh, aandeel eiwit van eigen land, uh, het aandeel blijvend grasland en, en de uh, um, broeikasgasemissie um, per kilogram meetmelk. Die laatste staat dan op 812. Dit is van het jaar 2023 dan, een, een resultaat. En eenmaal aan de rechterkant staat een uh, referentiewaarde. Uh, dat wil zeggen, daar kan het bedrijf zich mee vergelijken... of uh, zijn prestatie een beetje in lijn ligt... met gemiddelde van een vergelijkbare groep bedrijven. En dat vergelijkbaar op basis van grondsoort en intensiteit... dus hoeveel melk per hectare wordt geproduceerd... Bij de kringloopwijze hebben we, even uit mijn hoofd, 36 groepen, dus 35 gebaseerd, 7 intensiteitsklasses uh, en, en nou, 5 onderscheiden in grondsoort en 1 groep, referentiegroep van biologische melkveehouders. Daar is die referentie op gebaseerd. Dan, hier, dan kun je hem ook nog hiermee vergelijken, uh, een, een niveau van onderweg to plan proof, dat is wat hier staat. En dan, uh, als ik hem hier vergelijk met het basisniveau, dan wordt ook naar stikstof en bodemoverschot gekeken. Nou, deze 103 die is uh, lager dan die 150, wat dan de, uh, de, de um, maximale waarde moet zijn. Nou, de ammoniakemissie per hectare die is hier met 35 ook lager dan de 80. Uh, het aandeel eiwit van eigen land die is hoger dan de 50, die als uh, uh, ondergrens is gesteld. En dan hebben we het aandeel blijvend grasland. Die staat voor dit bedrijf op 26. En die is um, lager dan de ondergrens van 40. Dus dit bedrijf, uh, met wat ik hier weergeef, komt eigenlijk niet in aanmerking voor het uh, onderweg to plan en proof certificaat. Want ja, qua prestatie voldoet hij niet. De onderste broeikasgasemissies uh, die zit met uh, 812 wel een stuk lager dan die 1200. Nou, zo een beetje hoe je met de kengetallen van de kringloopwijze de resultaatkengetallen of de dashboardkengetallen uh, om zou kunnen gaan. Dan um, het laatste blok wat mij betreft van hoe werkt de kringloopwijze en dan met name op hoofdlijnen en dan zou je naar nou verschillende ingangen kunnen krijgen, kijken. Eerst maar eens uh, technisch, want wat gebeurt er? Um, de kringelwijze is een rekeninstrument en heeft heel veel data nodig. En ik ga even wijzen hier naar het scherm. Um, hier hebben we het over de kringelwijze, rekenmodule, sorry. Um, de, wat wat um, nou, de kringelwijze eigenlijk doet, die rekent uh, milieuprestaties uit. Nou, uh, dit gele blok in het midden... Um, dat, dat, de rekenmodule die is um, uh, verbonden met een webapplicatie. Um, nou, die, die zit hierboven, zeg maar. Daar worden allemaal gegevens ingevoerd. Maar het meeste van die gegevens, die zijn gekoppeld aan externe databronnen. Bijvoorbeeld hier links bovenin, toeleveranciers. Dan heb je het over uh, voer, krachtvoer, ruwvoer, kunstmes, strooisel. Uh, dat dat uh, haalt de, de boer bij een leverancier vandaan en er lopen automatisch datakoppelingen naar een dataset. ...worden machtigingen worden gedaan... ...en die komen dus nou ja, naar de centraal database. Ook voor uh, laboratorium, bijvoorbeeld van Eurofins... ...komen kuilmonsters vandaan. Aan de andere kant van de zuivelaar, Friese Campina... ...komt de melklevering vandaan. Stikstof, fosfor met melk. Bij uh, RVO, het de, de, de aantal dieren worden geteld, INR... ...mesttransporten, percelen worden ingeladen. Nou, vervolgens is dat nog niet alles... ...wat er uh, uh, nodig is... De melkveehouders of zijn adviseur, die zullen ook nog wat extra gegevens moeten invoeren. Nou, ondertussen worden al die gegevens opgeslagen in de Centraal Databank, de invoegegevens. En vervolgens wordt er een berekening uitgevoerd met dus die rekenmodule hier. En um, nou ja, de resultaten van die berekening komen ook in de Centraal Database. En, onder, en aan het eind hier in de Centraal Databank staan dan ook weer de resultaten. En die kunnen ontsloten worden... Naar die veehouder en zijn adviseur om van te leren kan ik uh, volgend jaar een betere prestatie halen. Maar die kunnen ook naar zuivelondernemingen gaan, uh, want die willen de duurzaamheidsprestatie van de veehouder hebben, om daar eventueel op te kunnen uitbetalen. Maar die kunnen ook naar uh, banken of andere organisaties gaan, die dan ook wat met de prestatie van de veehouder willen doen. En wij kunnen, of wij, uh, ondertussen wordt er een grote database verzameld met gegevens uh, van veehouders, van na, vre, uh, nou ja, bijna alle melkveehouders. En dat is een, uh, nou ja, die gegevens die, die kun je ook gebruiken voor onderzoek. Dat is niet maar zo dat wij die kunnen gebruiken voor onderzoek. Uh, daar moeten aanvragen voor gedaan worden en dan uh, wordt een aanvraag wel of niet goedgekeurd of iets gebruikt mag worden voor onderzoek. Dat is een toelichting op dit plaatje en hoe het technisch in zijn werk gaat. Uh, met de gegevens van kringloopwijze, het berekenen, een database, eh, nou, en de input en de output. Dan een klein beetje inhoudelijk: hoe rekent het systeem? En dan ga ik eigenlijk drie eh, dingen eh, proberen toe te lichten: eh, de voeropname, de ammoniakemissie en de broeikasgasemissies. En dat probeer ik echt op hoofdlijnen te doen. Eh, deze bij de voeropname. Die is wel heel belangrijk om het hele vervolg in een kringloopwijze te begrijpen. Um, want de, nou, misschien is een aantal van jullie een beetje insider. Uh, bij de voeropname gaan we ervan uit dat we een bepaalde uh, voerbehoefte uitrekenen. En dat doen we met uh, FEM. FEM is voeder in het melk. Dat is maat voor energie uh, wat de melkveestapel opneemt. Nou, stel deze staaf, de, de hoogte van deze staaf. Die geeft aan de totale fembehoefte, energiebehoefte van de melkveestapel. En die is gebaseerd op uh, het aantal koeien, pinken, kalveren, maar ook de melkproductie. Uh, nou, de dracht. Um, nou, dan kunnen we dus de fembehoefte uitrekenen. En, uh, een belangrijke regel is dat uh, in dit systeem: de fembehoefte is ook de femopname. Dat is een belangrijke vuistregel. Uh, nou, als we dan eenmaal die fembehoefte hebben uitgerekend, uh, nou, dan weten we. Dan kun je ook uitrekenen, oké, okay, maar hoeveel krachtvoer hebben die koeien nu gehad? Hoeveel krachtvoer heeft die veestapel gehad? Dat is dit blauwe stukje. Dat is dat blauwe stukje. Dat heeft de veestapel aan krachtvoer gehad. Dat betekent dat het rode gedeelte, dat noemen we het zogenaamde femgat, dat moet nog gevuld worden met ruwvoer. Met graskuil, versgras en maiskuil. Nou, en hoe doen we dat dan? Uh, dat doen we op de volgende manier. Hier is eerst weer. Het blauwe stuk met de hoeveelheid krachtvoer, want we weten hoeveel krachtvoer dat er aangekocht is. Vervolgens uh, proberen we uit te rekenen hoeveel graskeul, dat is het recht, lichtgroene gedeelte, dat er verbruikt is door de veestapel. Dat doen we door de beginvoorraad aan graskeul in beeld te hebben, de aanleg aan graskeul, dat tellen we bij elkaar op en halen we vanaf de eindvoorraad. Het verschil is dan ja, wat die veestapel heeft opgenomen. Dat doen we ook bij maïskul. Beginvoorraad plus aanleg minus eindvoorraad. Bij vers gras doen we dat iets anders. Doen we dat met het aantal weideuren. En dan met een bepaalde formule. Rekenen we uit, oké, okay, dit is de opname van vers gras in de weide uh, door de koeien. En dan kan zoiets ontstaan dat uh, het ruwvoer, dat, dat gedeelte, dat dat groter is dan het rode gedeelte. Aan de linkerkant, de linkerkant van de staven. En dan, uh, dan zeggen we ja, dat hadden we niet afgesproken. Uh, de voeropname, dus de ruwvoeropname, zou het rode gedeelte zijn. Nou, wat doen we dan? Als we dit zo uitgerekend hebben, dan zeggen we eigenlijk van ja: Weet je wat? Dat stuk tussen die twee rode lijnen, dat drukken we samen. En dan uh, komt dat wel uit. Dan komt dat in dat femgat. Dus de verhouding waarmee die verschillende voedermiddelen zijn verbruikt, hier in deze kant, die verhouding, stel dat is 2, staat het 1, staat het 1, die verhouding wordt gebruikt in de rode staaf om de uh, opname van. Graskul, vers versgras en maiskul uh, weer te geven. Dat is uh, wel belangrijk te weten voor de, voor de voeropname. En vervolgens is dat ook de basis, bijvoorbeeld voor deze, voor de ammoniakemissie. Um, in de, ja, deze geeft aan uh, hoe de ammoniakemissie in de kringelwijze bepaald wordt. Uh, dan is de, we beginnen weer bij het voer, bij het rantsoen. Nou, daar hadden we net uitgerekend hoeveel. Uh, wat de voeropname is en dan is dat in droge stof of femmen, maar evengoed rekenen we ook uit hoeveel stikstof dat er met voer wordt opgenomen, hoeveel eiwit dat wordt opgenomen. En stikstof dat is de bron voor ammoniakemissie. Nou, dat voer gaat naar uh, de koeien toe, naar dus vee, koeien, pinken, kalveren. Daar wordt uh, melk en vlees van gemaakt en een deel uh, komt in de mest terecht. Die stikstof en excreets noemen we dat dan. Dat komt in de veetjes en urine terecht. Uh, de mest, drijfmest vaak. Er uh, gaat dus een, een pijl naar de stal toe. Dat is deze, dit blok, het paarse blokje hier. En aan de rechterkant zien we een wolkje met NH3. Dat wil zeggen, daar ontstaat ammoniak. In die stal ontstaat ammoniak. Een deel van die mest in die stal gaat naar de externe mestopslag... En ook daar ontstaat weer ammoniak. De pijl hier links, een deel van de uh, mest, ja, die komt direct in de wei terecht. Want heel vaak lopen koeien, pinken kalver in de wei. En dan komt een deel in de wei terecht. Um, nou, de mest, de, de drijfmest, hier in die opslagen, die worden weer toegediend op het grasland hieronder. En een deel op het bouwland daaronder. En ook daar kan weer ammoniak komen. Nou, en dan tot slot hebben we aan de, helemaal aan de linkerkant en de rechterkant bij bouwland en grasland hebben we kunstmest. Uh, vaak gebruiken melkveehouders ook een deel kunstmest om, de, nou ja, om, om grasland en bouwland van meststof te voorzien. En daar komt ook een beetje ammoniak vanaf. Hoeveel is dat dan bijvoorbeeld? Um, nou, het grootste deel van de ammoniakemissie komt hier uit de stal terecht, hierboven. Komt en, en, en gevolgd uh, door de. Uh, ammoniakemissie bij uh, uitrijden op grasland. Daar komt verreweg het grootste deel vandaan. De andere posten zijn uh, een stuk kleiner. Kunstmest komt niet zoveel vanaf. Bij bouwland komt ook niet zoveel vanaf. De, uh, ja, daar wordt de mest diep in de grond gebracht, dus er is nauwelijks uh, uh, emissie daar. Uh, nou, over het algemeen, hier zie je de hoeveelheid stikstof. Dan gaat het om de... Ammoniakale stikstof in de mest en er gaan emissiefactoren overheen (EF) en die gaan dan eh, leiden dan tot ammoniakemissie. Hoeveel het ammoniakemissie? Ja, dan eh, het laatste gedeelte wat ik inhoudelijk wil uitleggen is de broeikasgasemissie. En eh, nou, daar gebruiken we een zogenaamde ketenbenadering eh, (LCA) noemen we dat ook wel, levenscyclusanalyse. En um, nou, ik noem het ook wel, dat is relatief eenvoudig. Een, een soort van boekhouden. Je doet een hoeveelheid keer een gehalte, of een, in dit geval een hoeveelheid keer EF-staten, emissiefactor. Um, nou, en, en uh, op zo'n manier gaan we broeikasgasemissies berekenen. Um, dat doen we in vijf onderdelen. Entherisch methaan, dat is de methaanemissie die uit de pens van de dieren komt, van de koeien komt. Wat de koeien. Nou een volgenspond wordt wel eens boeren en schepen gezegd, maar het wordt vooral uitgeademd. En dan heb je nog uh, emissie van de mestopslag. Uh, dat is ook vooral methaan, een klein beetje lachgas. En dan emissie die vrijkomt bij voerproductie, dat is op het land als er bemest wordt. Uh, dus afhankelijk van de hoeveelheid stikstofbemesting, uh, komt daar een bepaalde hoeveelheid. Uh, Emissie vanaf. En dat is dan vooral lachgasemissie. Dan hebben we energie. En dat is vaak de, de bekende emissie die we kennen. De brandstoffen, elektriciteit. Uh, nou, die heb je natuurlijk ook op het melkveebedrijf. Noem we ook wel onfarm, wat op het bedrijf zelf gebeurt. Dus wat de loonwerker komt met uh, diesel verstoken. Wat de boer zelf met diesel verstookt. Um, nou, en dan hebben we nog aanvoerbronnen. Noemen we dat wel farm. Dat is de... Ja, de energie die aangevoerd wordt met uh, kunstmest, krachtvoer, dieren, aangevoerd ruwvoer, uh, plastic, uh, wat voor middelen dan ook. En, 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 nou een voorbeeld, bij enterisch methaan, de dieren krijgen uh, graskeul, maïskeul, krachtvoer. En voor graskeul, nou ja, afhankelijk van de hoeveelheid vezels die erin zitten, uh, krijgt uh, de graskeul een, een bepaalde emissiefactor. En dan is de een hoeveelheid, dus de hoeveelheid graskeul keer een emissiefactor... En dat telt uiteindelijk op tot de totale hoeveelheid uh, uh, broeikasgasemissies. Um, deze is om aan te geven hoeveel van de totale broeikasgasemissies, dus van deze 100% de broeikasgasemissies om het melkveebedrijf, uh, dat die, um, uh, die, uh, die, die, die aan welke bron toe te schrijven zijn. Dus het gros is toe te schrijven aan enterisch methaan. Uh, de, me de methaanemissie, uh, 40 tot 50 procent, wat uit de pens van de koe komt. Dan uh, op de tweede plek komt de, de onderste, aanvoerbronnen. Dus uh, dat is vooral krachtvoer. Uh, 20 tot 30 procent van de totale broeikasgasemissie komt krachtvoer. En dan de derde plek is de mestopslag. De broeikasgasemissies via mestopslag, dus deze. Dat is ook vooral methaanemissies. En uh, voerproductie, lachgasemissie van het land. Is dan de vierde plek. En de, het minste broeikasgasemissie komt eigenlijk van, ja, zoals wij traditioneel een beetje uh, hanteren: de, van de fossiele energie, van uh, brandstof, elektriciteit, de ontvarmemissie. Uh, ja, op deze manier heb ik het ongeveer toegelicht hoe dan uh, de kringloopwijze inhoudelijk rekent, De uitgesplitst in drie componenten: voeropname, ammoniakemissie, broeikasgasemissies. Uh, ik wil eindigen, korte samenvatting. Uh, mensen waar we mee praten, melkveehouders, adviseurs, die zeggen ook wel eens van, ...ja, oh, die kringloopwijze is zo complex, moeilijk. Ik zeg ook wel eens, is een melkveehouderij is ook een complex systeem. Ik heb de, de kringloop een beetje proberen te benoemen, in beeld te brengen hoe het werkt. Melkveebedrijven melkveebedrijf is een complex systeem. En het in beeld brengen van de mineralenstroom, de kringloopwijze dus ook, best een complex systeem. Um, vervolgens, de kringloopwijze is bruikbaar voor het verbeteren van de bedrijfsprestatie. Dus voor minder uh, emissies. Als je weet waar je staat, heb je vaak ook wel handvatten om het te verbeteren. En het biedt ook kansen voor het verantwoorden van de prestatie. Uh, dus je kunt beloond worden voor een goede prestatie, geld voor krijgen. En we zitten nou, hopelijk nu in het beginstadium. En dat er nog veel meer uh, beloond kan worden op goede prestatie. En uh, tot slot dus, de kringloopwijze die, uh, biedt uh, managementkansen voor de boer. En daar wil ik hem bij afsluiten, dames en heren. Ja. Dank. Dankjewel, uh, Michel, voor je uitleg. Ja? Ik denk dat het heel, uh, heel helder was. Ik wil iedereen er even aan herinneren dat vragen in de chat gesteld kunnen worden. Dus voel je vrij om er wat in te schrijven. Ik heb hier ook al een vraag van Maarten. Um, het is een beetje lange tekst, maar ik probeer hem een beetje samen te pakken. Uh, hij zegt uh, van uh, ja, de duurzaamheidsprestatie is best een be breed begrip. En uh, hoe verhoudt uh, nou, ja, dit de Kringloopwijzer, zich dan tot de biodiversiteit en extensivering? Is uh, dus natuurlijk uh, nou, wat je net al zei, het melkveebedrijf is een complex systeem. Uh, nou, ja, heb je daar een, uh, uh, een korte toelichting misschien? Uh, op? Ja, dat kan ik wel proberen. Um... Nou ja, ga ik naar deze de, 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 de duurzame getallen. Um, ik heb volgens mij een klein beetje al aangegeven. Dit zijn van de biodiversiteitsmonitor, zijn dit, uh, noem maar, vijf kwantitatieve indicatoren. Dus die we kunnen, ja, met getallen kunnen uitdrukken. Uh, de twee indicatoren, uh, groene indicatoren, noem je ze ook wel. Die, die, uh, die geeft de kringloopwijze niet weer. Um, Zou we misschien nog heel even kunnen halen? Kan oh, ik beter yeah. focussen? Ja? En uh, kruiderijk grasland. Oké, okay. dat Ja, nee, twee... nee, dat klopt, dat klopt, zijn je twee indicatoren, maar de vraag. Oh, sorry, ja, ja. Um, ja, de vraag is eigenlijk uh, uh, dat hier in grote lijnen wordt uh, ook gekeken naar CO2-intensiteit. En hoe verhoudt zich dit, dus de vijf KPI's hier uit de kringloopwijzer, zich dan tot biodiversiteit en uh, maatregelen en extensivering? Ja, nou, oké. Okay, um... Het is wel goed dat we bij dit plaatje zijn, want hier staan ook de eenheden bij vermeld. Stikstofbodemoverschot bodemoverschot is een kilogram stikstof per hectare. Um, als je zoiets hebt van, ja, ik vind um, een extensief bedrijf past beter bij mijn uh, natuur- en landschap- of natuurontwikkeling- of bij mijn biodiversiteit-dan is het, uh, het kengetal uh, stiks- bodemoverschot, kilogram stikstof per hectare ja, die appelleert daaraan. Uh, dus als je een extensiever bent. Zul je daar makkelijker uh, goed op scoren, laag op scoren? De ammoniakemissie, uh, nog, misschien nog wel sterker, ammoniakemissie in kilogram stikstof of kilogram ammoniak per hectare, moet ik eigenlijk zeggen. Daar zul je, uh, heel, ja, als je exclusief bent, helemaal goed op scoren. Uh, het aandeel eieren van eigen land uh, zou wel moeten. Uh, omdat als je veel uh, teelt op je eigen bedrijf, ja, dan is het logisch dat je dat ook voert. Niettemin, we zien ook wel eens dat uh, excessieve bedrijven best veel krachtvoer uh, voeren of aanvoeren. voor een bepaalde gewenste hoge melkproductie. Maar als je zelf veel voer teelt, dan is het logisch dat uh, het aandeel eiwit van eigen land ook uh, hoog is. Het aandeel blijvend grasland, um, ja, dat hangt er vanaf. Uh, excessieve bedrijven, um, ja, die. Kunnen vaak ff, uh, veel blijven grasland hebben, maar dat is geen, geen, geen wet. Zeg maar. uh, broeikasgasemissies zijn misschien net iets ander verhaal. Die worden uitgedrukt in gram per kilogram meetmelk, FPCM. Dat is een vet- uh, en protein melk. milk. Um, daar, daar doet de totale melkproductie, die, uh, dus een hoge melkproductie per koe, die zorgt dan wel voor een uh, lagere broeikasgasemissie. En, en ook um, nou, iets meer toelichting. Um, de methaanemissie uit de pensfermentatie. Uh, ja, even een paar vuistregels. Um, als je structuurrijk graskuil hebt, uh, dan, is het, uh, dan kan daar best veel methaan vandaan komen. Um, vaak meer dan, dan van mais. Dus daar ligt wel een, uh, een uitdaging om, uh, ja, om daar de broeikasgasemissies uh, wel laag te houden. Dus bij extensievere bedrijven. Is het niet um, niet ligt niet voor de hand uh, dat je gelijk lage broeikasgasemissies hebt? Is dat een toelichting? Ja, ik dat het, uh... Zeker. Oh, ik denk dat het zeker toelichting is. Um, dan nog een iets specifiekere vraag, um, maar ik denk, ik stel hem toch maar eventjes. Uh, is voer uit eigen land voordeliger dan in ge geïmporteerd voer? Zit daar bijvoorbeeld een negatieve berekening voor de import op? Ja. Um... En voordeliger wordt waarschijnlijk bedoeld uh, in de zin van broeikasgasemissies, want we doen hier niks met uh, economie. De, ja, als je het over economie hebt, dan ligt het maar net aan de marktprijs en ook de, de, de teeltkosten die je op het eigen bedrijf hebt. Um, ja, voor broeikasgasemissies um, van voer, voercomponenten, krachtvoer, uh, dan is het uh, vaak. Uh, nee, moet ik goed zeggen. De mengvoerindustrie die levert uh, zelf de, de uh, kabel footprint van een geleverde mengvoer aan en daar heeft uh, uh, producten, componenten die van ver weg komen of vooral die uh, als achtergrond hebben dat de oerwoud gekapt is, land use chains het ook wel, die hebben een veel hogere footprint. Dus, uh, soja uit Zuid-Amerika of palmolie of palmvetten, die hebben een hoge footprint. En als die onderdeel uitmaken van het uh, mengvoer wat ze leveren, dan zal dat een hoge footprint met zich meebrengen. Als je bijvoorbeeld soja hebt uit een ander land, misschien Noord-Amerika of Frankrijk, dan heeft dat een lagere footprint. Ik hoop dat dit ook een antwoord is. Dat ja, is zeker ja. Uh, ja. Ik denk een heel uh, helder antwoord op de vraag. Um, dan hebben we nog een vraag van Miriam, ook over uh, voer. Ze zegt van nou, dank voor de duidelijke uitleg. Um, maar mij uh, is nog niet helemaal duidelijk wat je nu doet als er meer of minder dan de werkelijke voeropname op wordt genomen. Ik hoor wel iets over een backsvoordeel. voordeel Wat is dat eigenlijk? Ja, dan gaat het om dit plaatje. Ehm. Um... Het, of nog een keer. Ik kan me best voorstellen dat het best complex is. Dus ik heb er uh, hopelijk wat um, lang bij stil proberen te staan. Maar wat uh, gebeurt is dat we de, de voerbehoefte uitrekenen... via de CVB voedernormboekje. Uh, de FEM-behoefte, zeg maar. Dat is de linkerstaaf. En wij zeggen eigenlijk van... oké, okay, die uh, FEM-behoefte staat gelijk aan de FEM-opname. De voeropname. Dat is, dus, dat is dus een belangrijke gouden regel. En dan weten we... Het blauwe gedeelte, dat is de hoeveelheid krachtvoer die is aangevoerd, die weten we zeker. Dan doe je ook nog een beetje beginvoorraad, aanleg minus eindvoorraad. Maar bij krachtvoer is de, de beginvoorraad en eindvoorraad te verwaarlozen met de, de hoeveelheid die dan wordt aangekocht. Dus daarvan zeggen we, die weten we zeker. Maar het, het, het rode gedeelte, dat ruwvoer, ja, eh, dat kun je op heel veel manieren proberen te meten op je eigen bedrijf. Eh, maar je weet het nooit echt zeker, zeker niet als de koeien in de wei lopen en, en, en grazen, vers gras eten. Je, je weet niet uh, exact hoeveel ze doen. Dus dan gaan we terug naar onze gouden regel en dan zeggen we van oké, okay, we hebben de voederbehoefte berekend en dat is tegelijkertijd de opname. Maar we doen een schaduwberekening, dat staat dus de, de rechterstaaf, dat is een schaduwberekening waarbij we wel... Uh, in kaart brengen wat dan de opname van het graskell is, vers gras en maiskell is. Dat is de rechterkant. En die zal nooit exact overeenkomen met dat rode gedeelte. En, maar die verhouding die kunnen we wel uitrekenen. En die verhouding gebruiken we dan om dat rode gedeelte te vullen. Ik hoop dat het zo duidelijk is geworden. Ja, en, dat noem, en wat is dan het voordeel? Oh ja, het het beste voordeel? Ja, helemaal goed. Um, dan moeten we. Dat heb ik niet uitgelegd, maar ik, ik merk dat uh, een aantal mensen in, uh, in back zitten. Um, in 2006 hebben we een mestbeleid gekregen met gebruiksnormen. En toen is uh, uh, ge, nou, er wordt dus gezegd: je mag een bepaalde hoeveelheid mest op je land plaatsen, stikstof en fosfaat. En uh, dat is afhankelijk dan, uh, ja, en als je meer produceert als bedrijf, dan moet je dat afvoeren. En hoe rek je dan uit als bedrijf hoeveel mest dat je produceert? Dat is gedaan met basis, op basis van tabellen bij RVO, tabel 6 noemen we het ook wel eens. Dan staat in van hoeveel stikstof en fosfaat produceert een koe. En de stikstof is dan afhankelijk van het ureumgehalte en van uh, de melkproductie per koe. Dat kun je dan uitrekenen met, uh, nou ja, als je dat weet van je veestapel. Maar destijds zeiden heel veel boeren van ja, dat, dat geldt niet voor mij. Ik ben niet die algemene koe. Kunnen we niet dat op een andere manier doen? Nou, dat, eh, dat is toen goedgekeurd, destijds minister, Veerman was dat, die zei ja weet je wat, ik doe jullie een handreiking, als je dat zelf beter kunt uitrekenen, mag je op die manier rekenen. En dat, zo is het BEC-systeem ontstaan, bedrijfsspecifieke excretie, en daarmee kunnen we dus uitrekenen eh, hoeveel stikstof en fosfaat wordt er werkelijk, op deze manier berekend dus, eh, met de mest van die veestapel uitgescheiden. En dat kun je dan vergelijken met die FORFTER-tabel, die RVO-tabel, en als het... Lager is met onze berekening, met de berekening van de BEX, dan zeggen we we hebben een BEX voordeel. En daar kun je ook wel in een percentage uitdrukken. Als het, en als het lager is dan die forfaitaire berekening, dan mag je dat gebruiken, zodat je minder mest hoeft af te voeren dan als je de forfaitaire tabel gebruikt. Dat is een voordeel voor de boer. En als het hoger is, dan mag je de uh, forfaitaire tabel gebruiken. Dus uh, ja, altijd voordeel voor de boer zou ik zeggen. Maar dat is dan het BECS-voordeel. Voordeel. voordeel. Ja. ja. Nee, dankjewel. Ik denk dat dat de vraag uh, wel beantwoord. Fijn. <laughs> Heel goed. Het is altijd fijn als er vragen worden gesteld. Uh, ik zie hier nog eentje staan. Uh, ook weer een lange, dus ik moet even kijken hoe ik hem kort kan formuleren. Um, het gaat over de CO2-equivalent emissie. Dus zal in de nabije toekomst de vastlegging van koolstof in langdurig blijvend grasland ook worden toegevoegd aan de kringloopwijzer? Zodat je. Uh, naast de emissie CO2-equivalent emissie, ook per specifieke CO2 vastlegging aan de hand van bodemmetingen zal worden meenemen, zal worden ingemeten. En zegt ze het onderdeel bodemkoolstof wordt al wel meegenomen, maar dat is voor zover ik het nu begrijp met name indicatief. Dus gaat daar nog... Uh... Ja, een vraag stellen en... is al best wel een insight. Ja, nee, dat is... Het lijkt wel een uh, lange vraag, maar ik, ik kan hem ook heel kort beantwoorden. Oké. Okay. Alleen met ja. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, dat is, wel, uh, dat is wel aan orde. We zijn dit jaar bezig om uh, dit uh, te specificeren. Momenteel is er een pagina in de rapportage van de kringloopwijze en die geeft ook uh, nou, zeg maar indicatie aan van uh, hoeveel uh, koolstof dat in de bodem wordt vastgelegd... dan wel vrijkomt. Hè? Want dat kan ook. Hè? Het is geen zekerheid dat er wordt vastgelegd. Uit veengrond... Komt per definitie koolstofvrij. Uh, maar het klopt, vraagsteller geeft aan, dat is een indicatieve waarde. Uh, dit jaar zijn we bezig om dat uh, uh, ja, met de laatste van zaken van de kennis, maar ook perceel specifiek met bodemmonsters te koppelen. Uh, dus ja, ik hoop dat dat dit jaar gereed komt en dat we dat dan uh, volgend jaar over de kringloopwijze van 2024 kunnen gebruiken. En anders het jaar daarna. Maar. Helemaal een helder antwoord, uh, lijkt mij. Ja, fijn. Dus, uh, super. En er is ook op de website van de Kringloopwijzer. staat dat soort ontwikkelingen. Uh, ja, ook meer informatie uh, ja. over, neem ik aan. Ja. Dus dan, uh, iedereen die dat wil, kan daar ook nog het een en ander uh, opzoeken. Ik heb verder geen nieuwe vragen meer binnengekregen. Um, dus ik denk dat we het hierbij uh, afronden. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik denk dat het een heel uh, ja, heldere presentatie was, een goed overzicht geeft. En uh, voor meer informatie uh, kunnen jullie dus uh, bijvoorbeeld kijken op de website van de Kringloopwijzer. En uh, ja, ik uh, hoop jullie bij een volgend boerennatuur kennisuren uh, ook te zien.